vertel me maar eens, wat is hier aan de hand? Nou, eind vorig jaar, ben ik op stage naar het buitenland geweest. En voor die periode woonde ik in een studentenhuis. En dat was nogal lawaaiig. U studeert? Ik studeer fysiotherapie aan de Hogeschool Enschede, ja. Oh ja, ja. En toen ik terugkwam, wou ik ook graag een wat rustige woonplek hebben. Omdat ik in de laatste fase van mijn studie zit. En ja. Ben ik hier gaan wonen in begin januari. En de eerste paar dagen met het inrichten van mijn huis hoorde ik een bepaalde fluittoon, zal ik maar zeggen. Ja. En ik was in de veronderstelling dat mijn verwarming dat was. Want die functioneerde niet goed. Dus ik had mijn knieën bij de verwarming. Ja. En, waar zit die verwarming? Die zat daar. In de hoek. Ja. Die is inmiddels vervangen. Ja. Maar die was vervangen en de fluittoon die bleef. Dus er moest ergens anders vandaan komen. Maar normaal gesproken dan loop ik dus via de gang hier naar boven. Naar de eerste verdieping. En op een gegeven moment zag ik mijn buurman voorbij lopen. Die heeft in de hal twee magazijntjes. En die hoorde ik dus fluiten. En dat was de fluittoon waar ik zoveel last van heb. Oh ja? U had dat niet aan een mens toegeschreven, die fluittoon die u hoorde? Nee, in eerste instantie niet. Nee? Nee. Dat was geen menselijke fluittoon. Nou ja, of het onmenselijk is, weet ik niet. Maar het is geen fluittoon waar je nou echt op ligt te wachten. Ik ken de hele buurman niet. U kent hem niet? Nee, nooit gezien. Nee? Het enige wat ik van hem weet is dat briefje wat ik van hem gehad heb. Dat briefje, ja? Ja. Vanaf de eerste dag dat ik woonachtig ben op de Verzandstraat nummer 209... En daar heb ik op onaangename wijze kennis mogen nemen van uw eentonige fluitconcerten. Op zich een prettige gedachte dat mijn buren vrolijk fluiten door het leven gaan, maar dan zonder het geluid van een fluitende, piepende verwarming wat ik eerst veronderstelde. Aangezien ik hele dagen werkte, wordt de overlast, met name op zaterdagochtend, bezorgd wanneer ik wat extra slaap probeer te krijgen. Telkens weer word ik door u wakker gefloten. Momenteel zit ik hele dagen thuis in verband met mijn afstudeerproject. Dit vraagt de nodige concentratie en dat is niet op te brengen met uw gefluit op de voorgrond. Ik verzoek u dan ook de lippen een week of acht op elkaar te houden. Houd in elk geval de deuren en de algemene tussendeur dicht. Dat maakt een vergissing van uw kant misschien wat draaglijker. Hartelijk dank voor uw begrip en medewerking. Lars Ooms, Zandstraat 209. Ja. Nou, rustig om te lachen, zo'n briefie. Ja, u moet erom lachen. Ik moet erom lachen en ik heb heel veel reacties gehad, want dit heeft in de krant gestaan. Ja. En doordat het in de krant heeft gestaan, heb ik daar heel veel reacties op gekregen. Hoe kwam het in de krant dan? Een kennis van mij, die is journalist, die zegt, moet je nou eens kijken wat ik nou gekregen heb. God zeggen, dat is toch om te lachen. Doe mij dat briefje eens meer, zeg. Dan zal ik dat eens even in de krant zetten. Nou, die heeft dat in de krant gezet. Nou, de kop... Luidt als volgt. Student beklaagt zich over vrolijk fluitende buren. Enschede. Ik fluit al 37 jaar. Er zijn zoals buren die 's morgens tegen elkaar zeggen: eruit, het is al 9 uur, Frits Heijnen fluit. En dan zal ik hier voor zo'n student die hier een blauwe maandag woont stoppen? Ik dacht het niet. Dus via de krant deelt hij u mee dat hij geen rekening met u zal houden? Daar komt het inderdaad om neer. Ja. Ja. Het is al een aantal weken geleden, maar ik heb er nog steeds reacties op. Elke dag, als ik fluit, dan zeggen ze tegen mij, niet te hard. Je maakt de student wakker. Denk je wel aan die fluit? Wacht, de postbode komt hier fluiten binnen, want we hebben een postbode die fluit net als ik altijd fluiten. Hij komt hier, houdt de hand van de man. Oh, god, ik mag hier niet fluiten. Nee, dan word ik gearresteerd. Het is toch te gek om over te praten, Nina. Je lacht je toch geboren. Nou, wij hebben er heel veel schrik aan gehad. Dat is een burenruzie, daar kun je nog om lachen. Ja. En waar doet u dat dan hier in de hier? Winkel? Ik fluit altijd. Ja. Maar ik heb hiernaast heb ik een magazijn en kantoor. Ja. En dan loop ik van de winkel naar het kantoor. Ja. En als ik op kantoor zit, dat is denk ik precies boven zijn huis. Ja. Dan hoort hij dat en ergert zich eraan. Mogen we even zien waar dat is? Ja, ja hoor, ja. Maar dan moet je even meelopen. Ja, loop even mee. Stoten. Ja? Ja. Ja.
Hier is mijn kantoor en hier fluit ik dus. Ja. Dus dan zit u hier zo achter uw computer. Ja. En kunt u, dat eens, kunt u daar eens plaatsnemen? Oh, zeker weer. Hier zit ik. Dan zit u. En dan zit u te fluiten. En dan fluit ik. Ja. En kunt u even fluiten? Nou, dat is ook wat. Op commando fluiten? Ja. Nou, ik zal het proberen, maar het valt niet meer, denk ik. Nee? Nee. Zeg niks, hè. Maar fluit u niet harder dan? Nou, nee, niet veel harder. Nee? Nee. Dit is het. Dit is het. En de ergert deze gaan. Ik kan het overal horen. Ja. Maar waar zit u bijvoorbeeld te studeren? Hier zo. Hier zo? Ja. Aan deze tafel? Ja. En dan zit u aan deze tafel? Ja. En dan komt het? Nou, dan is het tenminste al. Dan is het er al? Ja, vaak wel. Maar het komt, het gaat. Het ligt eraan, als hij schoenen verkoopt, dan fluit hij natuurlijk niet. Nee. Dus ik weet precies, wanneer hij schoenen verkoopt of iets anders doet dan... Dan fluiten. Dus op dit moment horen we geen gefluit? Nee. Dus is hij schoenen aan het verkopen? Ja, of hij weet dat hier de camera staat en dat hij daarom niet fluit, dat weet ik niet. Maar... Zou we niet nog even een stukje kunnen fluiten? Ja, dat is nou ook waar. Vind je het fluiten te kort? Nou, ik vond het niet helemaal... Huh? Ik vond het een beetje onzeker. Terwijl... Ja, onzeker fluiten. Ja, ja. Maar fluiten op commando is moeilijk, hè? U moet een goede fluiter zijn. Ja, ik ben een hele goede fluiter. Dus ja. Nog wat fluit? Ja. Ja, maar dan moet me even wat er binnen schieten. Hè. Ja. Nou, ik zal zeggen wat ik fluit. Ik fluit heel merkwaardig. Ik fluit als ik ademhaal naar binnen en naar buiten. Dus dan krijg je van... Dat is alles wat ik doe. Ja. En altijd zo, u fluit altijd zo opgewekt? Zoals ja, 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 zeker weer. Zeker weer. Altijd. Ja. Dat vind ik niet mooi. Dat is misschien het probleem, dat u te opgewekt fluit. Ja, dat vind ik ook niet. Het zou zo zijn. Ja. Maar de mensen waarmee u hier werkt, ja. Erger die zich niet aan uw gefluit? Niet dat ik weet, ze hebben het tenminste nog niet laten merken. Ze vragen mij wel eens van, zeg nou eens even, ben je de hele morgen aan het fluiten, wat fluit je nou eigenlijk? En dan denk ik, dat weet ik niet eens wat ik fluit. Maar ik fluit wel. Ik vind dat niet mooi dan. In hoeverre kan je nou nog doen wat je wil in je eigen huis, hè? Als je niet eens meer vrolijk fluitend rond kan lopen? Nou, als hij de deuren dicht houdt van zijn magazijn en zijn winkel, en er is ook een algemene tussendeur, als je die dicht houdt, dan is het al een stuk minder. Dus daar zou hij mee kunnen beginnen. Nee. Maar nogmaals, in het krantartikeltje zegt hij weer dat hij dat niet van plan is, omdat ik toch maar een student ben die hier een blauwe maandag woont. En ja, zoals ik al zei, hij fluit al 37 jaar. En hij denkt dat hij automatisch het recht heeft om daarmee door te gaan. Ja. Hij heeft zich dat recht verworven om te blijven fluiten. U vindt niet zo. U vindt niet omdat hij hier 37 jaar woont en u pas een paar maanden, dat hij toch enigszins recht heeft om te fluiten? Nee, dat denk ik niet. Waarom zou dat wel zo zijn? Ik ga gewoon mijn eigen gang. Ik heb plezier in mijn werk en waarom zal ik dan niet fluiten? U gaat gewoon door met fluiten? Ik ga door met fluiten.